Goedenavond Constant. Goedenavond Michiel, goedenavond kijkers. Nou, welkom bij het NVU-journaal van 3 april. We beginnen, we trappen af. Afgelopen zaterdag demonstratie gehad, vertel eens hoe het gelopen is. Nou, achter mij loopt nou een filmpje, dan zie je wat beelden. Ja, het was een ontzettend leuke demonstratie van de Nederlandse Volksunie. We hebben daar heel duidelijk het standpunt uitgedragen, stop omvolking nu. Grenzen dicht. En we kregen heel veel bijval van de mensen die aan het luisteren waren. Mensen die op het balkon stonden en applaudisseerden. Er waren geen tegenstanders. De politie heeft die dag ook niets hoeven doen. Die hoeft alleen maar te kijken wat wij aan het doen waren. En dat is allemaal vlekkeloos verlopen. En voor Nederlandse begrippen was het weer een leuke demo van de Nederlandse Volksunie. We hebben een ronde gemaakt en ja, dit smaakt naar meer en ik wil alle deelnemers bedanken dat ze erbij aanwezig zijn geweest. En we hebben een mooie persrecensie gekregen. Er zijn mooie foto's bij verschenen. En helemaal toppie en iedereen bedankt die erbij aanwezig was. Goed, dan gaan we naar Den Haag. Wat vind je van de ophef over de zogenaamde Russische inmenging in de Nederlandse politiek? Hè? Er is in een Tsjechische krant een artikel verschenen dat er Nederlandse politici betaald zouden zijn voor een pro-Russische houding, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ik vind het wel opvallend dat de inlichtingendiensten vlak voor de Europese verkiezingen, dat is wel mijn hoofd, 9 juni dacht ik, dat ze hiermee komen. Dit is puur een beschadigingsoperatie om rechtse partijen te beschadigen. En ze komen allemaal aan met waar ook is het vuur, er wordt niet man en paard genoemd. En ja, dit is puur inlichtingengebral waar je niet te veel van moet aantrekken. Dit is alleen maar om rechtse partijen, uiterst rechtse partijen, de wind uit de zijde te nemen. Het is een beetje heel goedkoop en laf wat zich daar nu afspeelt. We blijven nog even in Den Haag. De formatiebesprekingen zijn aan de gang tussen Omtzigt, BBB, de VVD en Wilders. En de VVD die heeft al gezegd dat ze een bezuinigingen willen invoeren in Nederland, of in ieder geval willen doorvoeren om het begrotingstekort op 3% of lager te krijgen. Jouw mening? Ja, kijk, een heleboel mensen zijn het al vergeten, maar Geert Wilders komt feitelijk uit de VVD. En je gaat gewoon zo dadelijk een heel rechts kabinet krijgen, zeker. Maar je gaat ook een heel rechts kabinet krijgen in zaken bezuinigingen. En de heleboel mensen die nu ze daar op de PVV gestemd hebben, die krijgen een VVD-regering waar je bezuinigingen mee gaat maken, wat een heel guur VVD-bewind gaat worden. En ik hoop van harte dat de asielinstroom ingedampt gaat worden en we ook wat meer mensen het land kunnen uitzetten die illegaal zijn of crimineel. Maar de bezuinigingen zullen een hoop mensen gaan raken in de portemonnee. En ik vind als er één post is waarop bezuinigd moet worden, dat is op een gegeven moment het vraagstuk rondom asielzoekers. Dat kost ons tientallen miljarden per jaar. Ik geloof 120 miljard per jaar heel snel uitgerekend. Als ik het fout heb, dan zal ik het getalletje nog even nazeggen. Maar het is schrikbarend dat asielzoekers in hotels worden opgevangen. Daar 3 keer per dag te eten krijgen. Terwijl we in Nederland gewoon mensen hebben die dakloos zijn. Dat we mensen hebben die bij de voedselbank lopen. Dit moet de allergrootste prioriteit zijn om op te bezuinigen. Plus dat ik hoop dat één van de NPO-zenders verdwijnt. En voor mij mogen ze alle 3 verdwijnen, want ik kijk er toch nooit naar. We gaan naar het Midden-Oosten. Praat ons bij over de oorlog in de Gazastrook. Elische staat die komt ermee weg om daar 30.000 mensen, burgers, te doden. Er is een onderzoek gestart door de VN. Dat gaat aan de hand van oorlogsmisdaden. Daar gaan nu kinderen of gewoon mensen dood door een hongersnood, omdat de Israëliërs geen voedseltransporten in Gaza binnenlaten. Ja, dit is gewoon niet normaal. Dit is niet normaal. Wat men zei, wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde op nog veel grotere schaal, gebeurt nu gewoon in Gaza. En de hele wereld kijkt daarnaar en doet verbolgen erover, maakt sterke spierballentaal, maar het gaat maar gewoon door. En de Israëliërs komen er ook gewoon nog eens een keer mee weg. En dat is super schandalig. Kijk, dat je Hamas wil uitschakelen, dat snap ik. Maar dat je een burgerbevolking treft die daar feitelijk net zo onder leidt onder Hamas, ja, dat snap ik niet. En ik vind ook dat dat gewoon gezegd moet kunnen worden. En dat de mensen die dit veroorzaken, zijn in mijn ogen tussen aanhalingstekens oorlogsmisdadigen. En dan moet de rechter maar eens een keer een oordeel over vellen. Helder. Op het moment is er een
reclame, een NVU-reclameoffensief bezig in Purmerend. Kan je ons daar even over updaten? Ja, we blenden in. Een paar mooie zuilen zijn al voorzien van nieuwe grote verkiezingsposters. De NVU-team die daar werkzaam is, die gaat ook beginnen met folders te verspreiden in Purmerend. Zelfklevers huis in huis te verspreiden. Dus we gaan Purmerend weer op de kaart zetten voor de Nederlandse Volksunie. En kom je uit Purmerend, dan zul jij in deze dagen wellicht waarschijnlijk of posters van ons zien aangeplakt worden, of die er al hangen, of een NVU-folder in je brievenbus verwachten. Bedankt. Kijkers bedankt, Michiel bedankt en tot de volgende keer.